Nou, Martin is al een vraag aan het opsturen naar JODM, want zo werkt dat hier. JODM! Mensen vragen zich dingen af en dat sturen ze naar ons op via onze DM, @powerlimited op Instagram, @powerlimited.nl op TikTok of natuurlijk via jodm@pupen.nl. Martin, ben je er al klaar voor? Ja, ik stuur even een mailtje naar onder andere jou en Ray. Hoppa, gedaan. Oh, kijk eens aan. Nou. Dit is wat hij dus altijd doet als hij een mailtje heeft gestuurd. Behoorlijk irritant. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering, Martin. Leuk dat ik er mag zijn. Leuk dat je er ook bent, want we hebben vragen voor je. En, voor mij? Ja, de eerste vraag zag ik al aankomen, van Verf. Voor een PS5? Nee, het gaat over een verzamelband. Fleabiex namelijk, die stuurde op ons stukje over de ringbandmap, of de ringmap. Ja. Die mooie fotoshoot die jullie hebben. Hij zegt, dat heet een verzamelband. Oh. Die dingen zijn wel erg handig en ik hoop dat die ooit een keer terugkomen. Die hadden metalen pinnetjes die je vanaf boven en beneden kon bevestigen. Hm. Wel moest je telkens het midden van de pie opzoeken waar de nietjes zitten en hem zo bevestigen. Een ringmap of ringband was vroeger iets voor de middelbare school. En volgens mij bedoelde diegene dat. Dat dacht ik ook. Dat je daar gewoon allemaal papiertjes in kan doen. En dan... Dus we moeten een nieuwe fotoshoot hebben. Yes! Yes! Met een andere map. Ja, maar, was die map. Maar die Nee, dit was een verzamelband. Ja, het is geen map. Oh. Maar we hebben geen map. Oh. Dus hier komt een fotoshoot van Tjeerd en Martin met willekeurige items. Dankjewel voor het beantwoorden. Er is er nog één. Die van Tom, bedoel je? Ja. Oké. Okay. Voor de DM'tjes van Jo. Geachte JoDM. Sinds de aankondiging dat de PSVR 2 via Steam Store kan worden gebruikt, heb ik een vraag. Ja. De MetaQuest draait alle games op de bril zelf, waardoor een krachtige computer overbodig is om de game te kunnen spelen. Zal dit ook het geval zijn bij de VR 2? Nee. Aangezien de games van de VR 2 draaien op de PS5, schikt de bril zelf niet over de benodigde hardware, toch? Klopt. Kan ik Half-Life Alyx ook op mijn minder krachtige PC spelen of moet ik NASA wellicht contacteren om een van hun te lenen? Nou ja, dat zou je natuurlijk altijd kunnen doen, Tom. Maar aangezien die game al wat ouder is, heb je denk ik geen NASA PC nodig. En PSVR 2 gaat niet... Je hebt de hardware van je PC nodig. Dus die ga je aansluiten en ze zullen daar een updateje voor uitbrengen, zodat je die ook op je PC zal kunnen gebruiken. Alleen je PC wordt daarin leidend. Quest kun je trouwens wel aansluiten op je PC, want daar zit ook niet zulke dramatisch goede hardware in dat die echt high quality games kan draaien. En dan zou je ook bijvoorbeeld Half-Life Alyx op de Quest kunnen spelen. Anders niet. De volgende vraag is van Jelensbrisken. Oh, leuke naam. Gaat er in de toekomst een wijziging komen bij PlayStation 5 dat je PlayStation 3 games kunt spelen op de PlayStation 5? Zoals onder andere Black Ops 1 en 2, Modern Warfare 3. Hoor graag van je en alvast bedankt. Nou, bij deze reken er maar niet op. Nee, dat gaat niet meer gebeuren, denk ik. Je hebt PlayStation Plus, Essential, Premium, Extra. En er zitten wat PlayStation 3 games bij die Extra en Premium. Welke dat dan precies zijn, dat weet ik niet. Ik denk niet de games die jij wil spelen. Alleen zo pushen ze dus die oude games. Nee. Balen, joh. Balen. Sorry. Maar je kan wel Ben 10 Power Trip spelen. En als je dat ooit hebt aangezet, dan wil je niet anders. Ja. Hoi, Power Limited. Ik had een vraagje omtrent Disney Infinity. Zou er ook nog een vervolg kunnen uitkomen, Tarik? Disney Infinity, zijn dat die poppetjes? Ja, dat zijn die poppetjes. Het is een soort van Skylanders, maar dan voor Disney. Ja. En dat was niet een denderend succes. Nee, het was ook al aan de... Skylanders was huge natuurlijk. Elk jaar kwam daar een nieuwe set van uit met een nieuwe game. Op een gegeven moment was dat een beetje klaar. En toen kwam nog een keer Disney Infinity. En dat was een... niet een daverend succes, maar dat gaat ook niet meer terugkomen. Dit is Naar de Bussen. Hallo, dit is welkom. Evander, dit is Martin. Wij gaan naar het Samsung Partner Event. En dat kan twee dingen betekenen. Mooie tv's? Of? Nee. Oh. Of we zijn partner van Samsung, of wij zijn een setje. Ik heb hier een zwevende televisie voor je. Komt-ie, hè? Ga ik even vragen of deze jongeman even aan de kant wil?
Daar staat op een voetje. Maar als je gaat zitten, lijkt het net dat hij vliegt. En dat komt, ik ga het je laten zien. Het is magisch, hè? Het is 2024, hou je vast. Ze hebben hier geplaatst. In de spiegel. Lijkt het net of hij vliegt. De volgende vraag is van Carlo. Hey Carlo. En die reageert op een story van ons Instagram kanaal. Dat kan ook. Cody staat erin. En hij reageert erop en zegt, wat hebben jullie met Waddinxveen? Zie hem vaker langskomen en moet dan altijd lachen omdat ik er zelf vandaan kom en met mensen het vaak niet kennen. Ja, dit is... Dat is een quizje. Cody is een obsessie met Waddinxveen. Ja, wat was de vraag? Kan ik niet lezen. Deze is van Robert. Boys, volgden jullie kanaal al een tijdje, maar had een vraag. Wat is nou de beste gamingstoel? Ben ik wel naar op zoek. Wat is de beste gamingstoel, Tjeerd? De beste gamingstoel is geen gamingstoel. Nee, in nee, mijn nee. opinie. De beste die ik ooit heb geprobeerd qua gamingstoel, en daar was jij volgens mij over eens ook, waren die hadden we toen in Duitsland, gingen we daarop zitten. We waren van Secret Labs. Die dingen zaten freaking lekker. En ik heb er eentje thuis. Niet gesponsord. Nee? Ik heb gewoon hij wordt hij wordt gewoon stiekem gesponsord door Secret Labs. Ja, hij staat er nog ineens. Nee, ik heb er gewoon keihard mijn geld voor in moeten leggen. Maar die dingen maar hij zit nog steeds perfect. Ja, die dingen zijn heel chill. Ja. Hoe heet die jongen ook weer? Sponsor ons, Secret Lab. Graspietje, berg je hond op. Dit was Robert. Ja, maar nu gaat het komen. Dus oh, gaat Grasprietje. Er is één ding waar mijn hond steeds tegen het plafond aanschiet. Hahaha. En dat is als de flitsronde begint. Die hond gaat Graspietje. Die hond gaat weer helemaal lopen. Oké, Graspietje, doe even je headset op. Want je hond is blijkbaar geen fan van de... De... Ja, doe maar. De... Flitsronde! Flitsronde! Schrok wel even. Ja, die hond wel. Die inner dog of you. Ja, er is een flitsronde. Ja, ja, dat vind ik leuk. Ik geef jullie 2 minuten. 2 minuten maar. Een flinke flitsronde. Review van The Seed 2 AUB. Oké. Okay. Is dat een game? Ja, blijkbaar. The Seed. Mooie 2. Naam. 5 ja. out of 10. 72. Mexicaans eten of Japans eten? Oeh, Mexicaans. Dat vind ik wel, ja, maar ik ga dan toch voor Japans. Ik heb een goede Japaner ontdekt in Den Haag. Oh, ik heb er zo van zitten genieten. Hij is al pleurisduur, maar heerlijk gegeten. Ja? Oh, als ik nu weer aan denk, wil ik vanavond weer heen. Hoe heet die? Wat eet je daar dan? Nee, sushi? Of? Nee, het was geen sushi. Het kan daar wel. Alleen ik had een 5 gangen diner genomen met de chef ging ons verrassen. Die had allemaal verschillende gerechten voor ons gemaakt. Dat was heerlijk. Oké. Okay. Ja, hoe heet het? Is wel een aanrader. Hier, doe jij vervolgens een flits? Ja. Komen er nog gratis PS5 games deze maand? Deze maand? Ja, er zijn er 3, hè? Of 2 deze maand. Oh, je bedoelt van Essential? Ja. Ja. Ja, altijd. Ja, altijd. Elke maand weer. Deze maand was niet zo denderend, volgens mij. Dat hadden we deze maand? Ja, dat weet ik niet meer. Het was niet zo denderend. Het was niet zo denderend. Nee. Ja. We zijn nog steeds bezig met de flitsronde. Behandelen jullie geen Helldivers 2? Wel, we hebben dat meerdere keren behandeld. In meerdere podcasts ook. Dus als je dat niet doet, luister even naar Power Praat. Die gasten hebben het niks anders over tijdens de lunch. Of tijdens het werk. Ja. PS Plus abonnement is verlopen. Ik kan nog altijd online spelen. Hoe kan dat? Ja, maar dan speel je waarschijnlijk free-to-play games. Die kan je altijd online spelen. Ja, bijvoorbeeld Rocket League of zo. Fortnite. Warzone. Oké. Okay. LG G3 of Samsung S... 95C voor film/game gebruik. Ik zou gaan voor de LG. Nou, we hebben er een mooie video over. Ze zitten heel dicht bij elkaar. Dus ik denk niet dat je met een van beide echt een bijl Maar stel, je moet nu een keuze maken. Cheer. Jij moet nu een keuze maken. Je kan er maar 1 kopen. Trouwens, ik heb eindelijk het restaurant gevonden. Met tijd zo. Kiacha. Het is voor mensen die in Den Haag wonen op de Fred. Op de Fred. De Fred. Ja, zo noemen we dat. Dat is een gitaarterm. Ja, ook dat. Maar ook die straat. Frederik Hendrik. Hey jongens, vandaag zijn wij op het Samsung event. Partner event, hè? Partner event, my bad. Ik ben a little bit new to this. Maar vandaag gaan we even een goede rondleiding geven. Ik weet niet of jullie... Kijk, dit is toch heel gaaf. Kijk, ik ga jullie echt wat laten zien, hè. Kijk, dit is de nieuwe Neo QLED 8K. Die maakt gebruik van AI Gen 3 processor. En AI is hier het codewoord, vooral op marketing.
Maar het doet wel leuke dingen. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld ditzelfde scherm, alleen vanuit 2023. Laat hier tekst zien. Maar wat ze dus nu kunnen doen, omdat ja, de televisie kan dus zien of okay, dit is tekst of dit is een voetbal. En dan kan je dat dus voor jou optimaliseren. En hier is dus precies hetzelfde beeld, maar veel beeld beter leesbaar. Dat is wel fijn. Ik had nog één laatste vraag, die doe ik nog wel even. Wordt Siri de hoofdpersoon in The Witcher 4, denken jullie? Siri van Apple? Apple, ja. Fuck off! Hey Siri. Yeah. Word je de hoofdpersoon in The Witcher 4? Ik heb dit op het web gevonden voor word je de hoofdpersoon in The Witcher 4. Kijk maar even. Kijk maar even. Ja. Dit is zo typisch, dat zogenaamde assistent ding. Ja, maar zo van, oké, wat is hier het antwoord op? Het kan dit zijn, kijk maar even. Het is zo bout. Ja, maar het zou best kunnen inderdaad dat Siri... iPhone's iPhone wel. Siri. Ja. De hoofdpersoon wordt. Nou, dat was hem alweer. Oh, wat leuk. Hebben we genoten. En het mooie is, het is in real time, in onze tijd, is het nu vrijdag. Ja. En Martin die moet nog even 4 video's minimaal erdoorheen knallen. Maar daarna... Zakje chips. Ja, gewoon even... Flesje pils achter het stuur. Oh, heerlijk. Het mag, hè? Je mag officieel gewoon een flesje pils achter het stuur wegtikken. Niet waar. Het mag. Alleen, ja, als je getest wordt en je hebt het hoog promillage, ja, dan ben je wel fucked. Maar het is toch best wel raar. Het is niet verstandig. Ik zou dit zeker niet aanraden. Maar het is wel leuk. I beg your pardon. Oké, nou, het was meer leuk, mensen. Leuk dat je even langskwam om te kijken. Dat waarderen wij zeer. En we willen het ook graag dat je dat vaker komt doen. Dus als je even abonneert op ons kanaal, dan mis je geen van onze video's. Klopt. En als je dan ook ons even een duimpje omhoog geeft, dan worden wij beter vindbaar voor andere mensen die bijvoorbeeld vragen hebben of antwoorden willen weten. Of je bijvoorbeeld bier mag drinken in de auto. Ja, dit is wel. Dit wordt de titel van de video. Ja. Nou, dat was hem weer. Dus tot de volgende keer. Ik geloof niet dat je bier mag drinken in de auto. Jawel. We kunnen de politie bellen. Ja, je mag bellen. Wel. Ja, als je niet de auto bezit, toch? Ja, jij kent jouw mat, die is van de politie. Ja, bel hem even. We kunnen de politie bellen. Ik kan de politie even bellen. Ja, bel hem even. Is hij aan het werk nu? Misschien. Hallo, Eno. Hey, Jan-Willem. Ben jij aan het werk toevallig? Eno. Nee. Oké, nou dan kunnen we je wel bellen. We hebben even een vraag. Je zit in de uitzending van JODM en we hebben een hele dringende vraag. Oh ja? In de opnames. Mag je in de auto niet heel enthousiast. Bier drinken? Als bestuurder bedoel je dan, denk ik? Ja. Ja. Nee, dat mag niet. Ja, dat mag dus niet. Mag niet, Jir. Ook niet zo'n klein blikkie. Maar als je daarna gewoon blaast en de promillage is niet hoog genoeg, dan... Of geldt dat niet? Nou ja, dat is natuurlijk de bewijslast. En de bewijslast is net weer wat anders. Dus het is weer lastiger te bewijzen. Hè? Dus je komt waarschijnlijk onder die juridische norm terecht. Dus zou je niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Ja, in de basis mag het niet. Alleen dan is de vraag, hoe bewijs je dat? Ik zei het, er zit een loophole in deze... Dankjewel, Jan-Willem. Ja, succes. Hey, dankjewel. Ik had gelijk. Ik had gelijk. Ja. Hij wil eigenlijk niet zeggen het mag. Maar? Nou, kijk, hij moet het bewijzen, zeg maar. Ja. Dat zegt hij. Dus, ja, als jij gewoon een klein pilsje drinkt... Dan, gewoon een kleintje. Ja, gewoon een kleintje zo. Maar dat zou ik zeker niet doen. Nee, zou ik nooit doen. Nee. Maar het kan wel. Het is maar goed dat we geen sponsor voor deze aflevering hebben, jongens. Ja, Heineken 0.0. Sponsor ons. Yeah. Secret Labs, Heineken. Sponsor ons, Nou, tot de volgende maar weer. Yep, doei.